Afgelopen week na ons optreden was heel hectisch. We werden overal herkend na onze super dans natuurlijk. Dat we winnen vanavond is denk ik niet echt een vraag. Dat gaat sowieso gebeuren. Dat is denk ik een beetje een feit. Maar het is voor ons wel heel belangrijk. Ik bedoel, het is lang geleden dat we iets gewonnen hebben en ook dit telt. Ja, ik denk dat dit wel een makkie voor ons wordt. Nou, Let's Dance kunnen we makkelijk winnen. Werkt gewoon onderling dat we in een week qua dansen echt heel erg gegroeid zijn. Ja, we zijn niet voor niets de topselectie van het Nederlands hockeyelftal. Ons geheime wapen is dans. Ja, we zijn ons na de uitzending eigenlijk veel meer gaan verdiepen in de essentie van de dans zelf eigenlijk. Finale is een formaliteit. Die finale halen we sowieso. Deze halve finale benaderen we als een halve finale WK. Heel tactisch. Hebben we afgesproken dat we zo met z'n zevenen staan. En wat doen jullie? Jij staat hier en jij staat hier. Waardeloos rommel! Daar kan ik niks mee. Ja, dat nemen we absoluut heel serieus, ja. Jij blokkeerde hier die agent volledig met je hockeystick. Je had voorwaarts moeten gaan. Dat deed je niet. Maar ja? Hockeystick die lacht er niet eens. De hockeystick lacht daar niet eens. Je moet goed kijken. Als je gewoon goed kijkt, zie je die hockeystick daar liggen. Hockeytrainer zit er even niet in. You should have heard it knocked out, jailbird, sing, let it rock. Everybody, let it rock. Als verbeterpunten, we moeten gewoon, wat de jury ook gezegd heeft, we moeten veel meer op de maat letten. En er moet meer dans komen in onze act in plaats van eigenlijk gezelligheid zoals het eruit ziet.